Vorige week is gelukt, gaan we nu verder. In het tweede deel van het schema focussen we ons vooral op conditie. Onder meer door te gaan hardlopen in de vorm van intervaltrainingen. De trainer voor deze week is Klaas. We beginnen aan de vierde week voor Arena Moves. Je bent bijna halverwege, dus hou nog even vol. Heb je je warming-up gedaan, zoals Brian voordeed? Mooi, laten we beginnen. We gaan hardlopen, squats, lunges, noem maar op. Ik zal eerst alle oefeningen voordoen en daarna doen we samen per dag de oefeningen van het weekprogramma. Oké? Week 4, dag 1. 6 keer 200 meter voluit hardlopen. Na iedere 200 meter krijg je 1 minuut rust. Vervolgens doen we 3 keer 1 minuut plank en we eindigen met 40 crunches. Heel belangrijk bij het hardlopen zijn je houding en een goede looptechniek. Vooral die looptechniek ga je natuurlijk niet in een paar weken helemaal opnieuw aanleren. Maar er zijn een paar kleine dingen waar je op kan letten en waar je zelf een groot voordeel mee kan doen. Het eerste is de loophouding. Het is de bedoeling dat je je lijf mooi recht ophoudt, je schouders naar achteren. Denk je in dat je trots loopt. Op deze manier. Vervolgens die handen. Je ziet ze al zo gaan. Het is de bedoeling dat je die aan de zijkant van je lichaam houdt. Op deze manier en niet op deze manier. Je wil bij het hardlopen dat alle energie voorwaarts gericht is. Dus hoe meer van dit soort bewegingen je maakt, hoe meer energie je verspilt. Vervolgens je looptechniek. Daarbij is het heel belangrijk dat je licht loopt. Dus niet zo stampen, licht lopen en je knieën mooi hoog optilt. Dat gaat je straks bij het traplopen ook veel voordeel opleveren. Ik ga het een keer voordoen. We doen een plank waarbij we steunen op de armen en je voeten staan van de grond, dus je leunt op je tenen. Ik doe hem voor. Op deze manier. Je benen in deze positie op de grond, helemaal plat, handen achter je hoofd en vervolgens kom je met je hoofd en je schouders kort los. En weer terug. En weer terug.